Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe Tech Tuesday. Ik heb goed nieuws, want donderdag 15 juni aanstaande worden de roamingkosten binnen Europa afgeschaft. En dat betekent dat je je abonnement gewoon zo kan blijven gebruiken zoals je dat in Nederland doet. Maar er zijn wel een paar dingetjes waar je op moet letten en die ga ik je uiteraard vandaag vertellen. Ben jij een van de gelukkige personen die een onbeperkt abonnement heeft binnen Nederland? Dan moet ik je helaas teleurstellen, want dat onbeperkte abonnement, ja, dat is niet helemaal onbeperkt. Heb jij een onbeperkt abonnement van T-Mobile, dan krijg je bijvoorbeeld maar 10 gigabyte in het buitenland. En heb jij een onbeperkt abonnement van Tele2, dan is dat zelfs maar 6 gigabyte. Ja, en dan moet je ook nog even opletten naar welk land je nou precies op vakantie gaat. Er zijn namelijk een paar landen die niet binnen de EU vallen, maar waar je wel gewoon kan roamen zoals je dat normaal gesproken thuis zou doen. Zwitserland is bijvoorbeeld eentje waarbij het niet zo is. Behalve bij T-Mobile, die hanteert weer een speciaal tarief. En Noorwegen en IJsland die horen ook niet binnen de EU, maar daar kun je wel weer gewoon roamen zoals je thuis normaal gesproken doet. Dus kijk even naar de volgende sheet, neem daar een screenshot van, zet die in je telefoon en bewaar die. En als jij dan straks op vakantie gaat, dan kun je precies zien van, oh, ik heb die provider, ik ga daar op vakantie, ik moet even opletten. Want het is niet zo dat ik helemaal los kan gaan. Dus, hier komt ie. Ja, en ga jij nou studeren in het buitenland of ga je wat langer op reis dan gewoon een paar weken? Ook dan kan het zijn dat je provider aan de bel trekt en dat de kosten toch wat hoger worden. Ja, en dan heb ik nog een ander minder leuk gegeven. Het dataverbruik in het buitenland loopt ook wat sneller op. Dus kijk uit met je apps zoals Snapchat, Facebook, Instagram. Ja, die slokken best wel veel data. En zeker als je door Instagram scrolt en je scrolt en al die foto's moeten worden geladen. Of je gaat door al die Instagram stories heen en die Snapchat stories. Ja, dat kost gewoon behoorlijk wat data. En in het buitenland kost dat ook nog eens meer. Dus de kans is gewoon groot dat je net wat sneller door je bundel heen zit dan dat je normaal gesproken zou doen. Dus wil je graag een film of serie kijken in het buitenland? Het beste wat je dan kan doen is met je Netflix of Videoland abonnement je favoriete serie en film die je dus wil kijken, even te downloaden, die op je telefoon te zetten en dan kun je ze gewoon offline kijken. Dus ga je op vakantie naar Frankrijk, dan kun je in ieder geval gewoon je bundel blijven gebruiken zoals je dat normaal gesproken in Nederland zou doen. Dit was hem weer. Volgende week vertel ik je hoe je supersnel je batterij een boost kunt geven en dat die dus ook heel snel is opgeladen. Tot de volgende week. Doei!